Ik ben Nele en ik ben reisbegeleider bij Caravaan en Joker. Ik wil vandaag mijn passie voor het liften met jullie delen en we liften naar Connecterra. Ja, ik lift nu 10 jaar, vooral uit praktische overwegingen. Als de bus niet komt, als er stakingen zijn. Daarom dat ik ben gestart met liften. Maar dat is eigenlijk geëvolueerd tot een passie voor liften. Ik lift nu eigenlijk 1-2 keer op een jaar, echt om op vakantie te gaan. Je leert heel veel mensen kennen, op een spontane manier. En je leert heel veel over het land, over plaatsen waar je eigenlijk nooit zou komen. En dat maakt dat wel een heel interessante manier om op reis te gaan voor mij. Omdat je zo de voorspelbaarheid moet negeren. Je kunt niet gewoon een liftreis boeken bij een reiskantoor bijvoorbeeld. Hoe ver gaan we gaan? Ik weet niet wat waar dat je moet... Als ik in Lanaken zou afzetten. In Lanaken? Dat zou keigoed zijn. Heb je zelf al ooit gelift? Ik heb vroeger veel gelift. Ja? En binnen België? Of? Binnen België, Portugal, Spanje ook. Ik heb altijd heel fijn gevonden. Ja. Niet altijd even succesvol zoals jullie het vandaag aan het doen zijn. Ja, inderdaad. Het is herkenbaar. Ja. Het onderweg zijn en de mensen ontmoeten is superleuk. Maar als je je instelt van ik moet morgen in Parijs staan, dat lukt niet. Dat werkt zo. We hebben ooit echt de pech gehad dat iemand ons heeft afgezet op de parking van een IKEA. Daar geraakte dus niet weg, want iedereen zijn auto zit vol. Dat was echt een probleem. Mensen denken dan, daar passeert veel volk. Ja, dat is inderdaad waar, maar die in een auto zit volledig vol. Als ze hebben 2 kilometer, kunnen we afzetten. We zullen zien nu, normaal een tankstation. Daar kunnen mensen aanspreken, dat lukt ook wel. Heel erg bedankt. Geen probleem. Heb je dat ook al vaak gehad dat je echt urenlang hebt stilgestaan voor niks? Ik heb echt al wel lang langs de kant van de baan gestaan. Maar dan is het een kwestie van mentaal gewoon een keer te rusten en niet te blijven staan. Proberen als het niet lukt. Af en toe wat muziek te spelen. Ik zit vaak ook met mijn gsm en dan oortjes in. Maar dat is soms wel ontmoedigend dat je blijft proberen en dat er niemand stopt. En dan moeten we gewoon veranderen. Veranderen van locatie, veranderen van positie. Even aan de kant gaan en niet liften. En dan teruggaan. Hallo. Hi. Moet u straks in de richting van Maasmechelen? Eigenlijk wel, ja. Ja? Wij zijn onderweg naar Connecterra in Maasmechelen. Dus achter Maasmechelen Village. Oké. Okay. Dus. Kan dat wel mee naar Maasmechelen pakken? Gewoon een afrit van de straat. Jawel, dat is ideaal. Dat zou ideaal zijn. Ik ga even naar de winkel. Prima. Wij wachten hier. Je bent de derde chauffeur van Leuven. Is dat? Ja. Kijk, daar zijn Leuven vertrokken. Ja. Heel erg bedankt al voor de medewerking. Ja, jij moet toch die richting uit? Ja, ik moet die richting uit. Want mijn vriendin die woont in de kanten van Maastricht. Ah ja, oké. Ik ben daar onderweg naartoe. Ideaal. En is het de eerste keer dat je een lifter meepakt? Eigenlijk wel. Ja? Eigenlijk wel. Spannend. Zijn jullie zelf al gaan liften buiten België? Of hebben jullie de... Ja, ik ben zelf al gaan liften. Marie heeft nog nooit gelift. Ja. Okay. Het is vandaag de eerste keer. Ja. En ideaal, ineens de goede keer, vlotte lift gehad. Ja, je maakt wel altijd avonturen mee, hè? Ja, en je leert heel veel mensen kennen. Ja. Dat is ook eigenlijk een beetje... Als iedereen een beetje positief blijft en iedereen elkaar helpt, dan gaat dat heel veel. Maar zelf... Zelf nog nooit gedaan. Zelf nog nooit gedaan. Maar dat komt wel. En heb je zo'n favoriete reisbestemming? Ja, ik blijf toch bij Marokko. Marokko? Ja. En dan de Atlas, de Sahara, alles. Ja, nog altijd de plannen eigenlijk om met een motor terug aan te schaffen. Ja? En dan met de motor eigenlijk tot naar Spanje te kunnen rijden. Dat is ook wel een avontuur. Dat is ook wel een avontuur. Ja. Maar het zal niet voor wat direct zijn. Het zal wel binnen 5 jaar zijn als ik een loonbaanonderbreking kan doen. Ik heb de luxe natuurlijk als brandweerman dat ik overal een beetje vrije tijd heb. Ik doe mijn shiften van 12 uur en dan heb ik wel dagen ertussen. Want je bent geen vrijwillig brandweerman? Nee, ik ben beroepsbrandweerman. En in Mechelen dan? In Antwerpen. In Antwerpen? Ja, in Antwerpen. Amai.
Ja, dat is een grote stad. Ja, en een boeiende job, denk ik. Heel veel afwisseling. Ja. Heel veel afwisseling, heel leuk. Beste keuze ooit. Ja. Ja, ik heb er wel respect voor, want ik heb een aantal jaar geleden een auto-accident gehad. Ja, ja. En ik ben volledig bevrijd geweest door de brandweer. Ja. Dak eraf en heel de procedure. Ja, ja. Dat was een serieuze klap, hè? Ja, dat was een serieuze klap. Ik had buiten een schram en wat geheugenverlies, niks. Ja. Maar gewoon... Ja. Ik was buiten bewustzijn, ik ben bij bewustzijn gekomen, er zat een brandweerman naast mij en ze waren al bezig aan het dak. Dus. Ja, dat zijn meldingen, als we die binnenkrijgen, dan gaat het verstand op nul. Nul, hè? Dan gaat het gewoon door. Dan sta ik al in de kanon aankleden en proberen informatie op te winnen van, zijn er slachtoffers? Ja, je ziet wel, heel die trainingen dat we hebben gedaan, dat loont wel. Dat loont alles. Dat is afgestemd op elkaar. Ja. Redelijk cool, hè? Ik ben nadien wel naar de brandweerkazerne gegaan om de mensen te ontmoeten die, ja, die mij bevrijd hebben. Omdat ik zoiets had van, ik wil echt wel die bedanken ook. En, Dat om te horen. Ja. Want meestal werd ik benieuwd hoe dat afgelopen is. Ja. Daar is een tankstation. Ah ja, dat zou ideaal zijn. Dat heb jij heel hard bedankt, ze. Het zal wel lukken, zeker. Heel erg bedankt. Succes. Ja, en geniet van het weekend nog, hè. Salut. Salut. Ja. We hebben nog een beetje terug te geraken. Ja? Zelfs met een volle auto pakken ze u mee. Ja. Hebben jullie lang gestaan? Nee. Ja, dacht er al. Zo goed mee. Ja, we hadden eigenlijk twee lifts kunnen hebben om tot Connecteira te geraken. Dus de tweede chauffeur zei al, ja, maar ik zet jullie er wel af. Ik moet zeggen, nu voel ik me wel nutteloos. Hoor. Nee, heel hard bedankt. En hebben jullie zelf al gelift? Nee? Nee, nog nooit. En al lifters meegenomen? Buiten ons? Nee. Dat is de eerste keer, oké. Ja. Wij gingen nu toevallig naar Amsterdam, daarom wij dachten, kunnen ze meerijden naar Amsterdam? Ja. Maar Connecteira is ook goed. Wat gaan jullie doen in Amsterdam? Ik moet voor mijn werk even gaan. Ah, okay. Zoals het nu gaat, dan hadden we misschien Amsterdam moeten pakken. We zijn in Connecteira. Hoeveel lifts? Vier. Vier lifts later. En we hadden er geraakt met twee. Klopt. Hoe zot is dit? Gegeten, rustig op het gemak. En een aantal keren gezegd dat ze ons niet helemaal mochten meenemen tot de eindbestemming. Dus voilà, vier lifts later en we staan hier. Ik vind dat er heel veel clichés zijn over liften. Dat het gevaarlijk is, dat je de slechte mensen tegenkomt. Maar ik lift nu al 10 jaar. En ik heb nog geen enkel cliché tegengekomen dat ik denk van, oei, het klopt wat ze zeggen. Dus ik zou gewoon zeggen, durf het, doe het. En als je het niet alleen durft, doe het met twee, met vrienden. Maak er een eigen wedstrijd van, dat je met twee duo's naar de zee lift bijvoorbeeld. En als je echt zegt van, dat is nog een stap te ver, schrijf je dan in verschillende liftwedstrijden. Er zijn er een hele hoop, waaronder de roadtrip van Caravaan. Maar voor mij is liften... een passie, en die passie is er vooral omdat je mensen ontdekt, plaatsen ontdekt en het gewoon fantastische resultaten oplevert. Laat je gewoon verrassen, want er zijn zoveel dingen vlakbij in België, in Vlaanderen, in Wallonië, maar ook in Europa die te ontdekken vallen zonder dat je keiver moet reizen.